José de Kouwer, je hebt een goede gesprekspartner naast jou zitten, want Keulemans is aan het fietsen geslagen, heb ik gehoord. Ja, dat klopt. Ja. Ik ken Jan al een paar keren meegemaakt, dus we kunnen niet alleen over voetbal spreken, we kunnen ook over andere zaken van het leven spreken, waaronder wielrennen. Ja. Je bent weer op Temse. Vanwaar die eer? Goh ja, mijn schoonbroer Wilfried de Witte is eigenlijk voorzitter geweest tot een paar maanden geleden. Dus ja, absoluut een oude binding. Ik heb hier vroeger zelfs ooit gevoetbald, meer dan 50 jaar geleden. Dus wat dat betreft, ja, Temsen is mijn geboortedorp. Dus ja, dat is ook maar logisch dat ik hier dan van tijd is verschijnen natuurlijk. Wat denk je van KSV Temsen dit seizoen? Goh, het is een beetje ups en downs. Hè. Vorig jaar een geweldig seizoen gehad, zou ik zeggen. Dan denk je, ja, gewoon met bijna die groep verder. Dat moet eigenlijk, ja, vingers in de neus, top 3-4. Maar dat lukt dan niet. Ja. Dan wisselt van trainer. Dat is eigenlijk op zich in voetbal de meest logische zaak van heel de wereld. Wat ik niet altijd goed versta, maar kom, ja, dat is een beetje... Ja, het is zo, ja. Ja, de spelers zijn in principe aanwezig. Dus alles moet er zijn, denk ik, om toch op die linker kolom te staan. Zeker. Tot slot, hoe is het met José de Kouwer zelf? Oh, met José de Kouwer goed, ja. Die vertrekt maandag naar, van een dag of vijf naar Spanje. Portugal voor wat parcours te gaan bekijken, voor fietsvakanties te doen. Dus het gaat goed.